bij de mannen, Henk Angerlens. Gaan we de Elfstedentocht ooit nog terugzien? Voor een Elfstedentocht heb je meer nodig dan een paar schaatsen. Je hebt natuurlijk als eerste ook ijs nodig. En dat ijs over de hele route van de Elfstedentocht moet ongeveer 15 centimeter dik zijn. Want als het niet dik genoeg is, dan gebeuren er natuurlijk ongelukken. En voor zo'n dikke ijslaag heb je toch wel een forse winter nodig van minstens 10 dagen. Behoorlijke vorst met overdagtemperaturen rond het vriespunt. En in de nachten strenge vorst. Als het ijs dan gaat groeien, ziet dat er zo uit. De buitenlucht is kouder dan het water, waardoor het water langzaam afkoelt. Als dat water onder nul komt, bevriest het aan het oppervlak. Bij genoeg kou breidt dat laagje steeds verder uit naar onderen en wordt het ijs dikker. Maar sneeuw en wind kunnen roet in het eten gooien. Als er sneeuw op het ijs komt, zorgt dat voor een isolatielaagje dat de koude lucht buiten houdt. Ondertussen wordt het ijs van onderen aangevreten door het warmere water onderin. Wind is ook niet handig, want door harde wind beweegt het water continu en komt het warme water steeds naar boven, waardoor je veel minder snel ijsvorming krijgt. Met harde wind krijg je daardoor bobbelig ijs. In 2012 was de Elfstedentocht volop aanwezig en leek het erop dat na 15 jaar de Elfstedentocht er weer zou komen. Maar op het laatste moment ging het feest toch net niet door. Het ijs was op heel veel plaatsen te dun en te slecht om de tocht door te laten gaan. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Verschrikkelijk zuur. Ja. Een tegenslag, een tegenvaller. Ja, op zijn Fries gezegd is zwaar kloten. En sindsdien is er nooit meer een moment geweest dat we er zo dichtbij zaten. Sinds de eerste Elfstedentocht in 1909 zijn er 15 tochten verreden. Maar slechts 3 daarvan vonden plaats in de laatste 50 jaar. 100 jaar geleden was de kans dat het koud genoeg was voor een tocht ongeveer 20%. Inmiddels is de kans door klimaatverandering een stuk kleiner. Het KNMI rekende uit dat de kans op strenge langdurige vorst nu ongeveer 8% is. Dat is 1 per 12 jaar. En die kans neemt elk jaar af. Als de opwarming van de aarde doorzet op de huidige voet, dan is de kans op een Elfstedentocht in 2050 nog maar 0,5%. En dat is 1 in de 50 jaar. Maar toch is er nog een heel klein sprankje hoop. Als we de klimaatdoelen van Parijs halen en de opwarming van de aarde tegengaan, is de kans dat de Elfstedentocht aan het einde van de eeuw nog verreden gaat worden een heel klein beetje groter. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.